Hallo, lieve koterijvrienden. We vallen direct met de deur in huis, want ik heb een superleuke making-of voor jullie. Alweer. Ja, je ziet het, ik ben een klein beetje vuil, want ik ben bezig aan een iedereen beroemd aflevering. Maar dat is pas voor binnen een paar weken. Jullie kunnen nu kijken naar de making-of van de tweede aflevering van Iedereen Beroemd. Maar eigenlijk is het iedereen fan. Ik heb van alles gefilmd, dus het is de lolly-aflevering, de ijslollies die ik gemaakt heb. Ik heb van al extra dingen, dus zonder veel verder gezeverd. Hier is de making-of van Iedereen Fan nummer 2. De Rode Duivels kunnen alle hulp gebruiken om wereldkampioen te worden. Daarom knutselt Henk Rijkaard elke week iets in elkaar om nog beter te kunnen supporteren. Van supporteren krijg je honger. Daarom maak ik deze week een frisse snack in onze Belgische driekleur. En ik dacht aan een ijsje op basis van bier. Met een donkere trappist, een pintje en een kriek. Zwart, geel, rood. Geniaal! En nu moet dit gewoon allemaal nog in een vriesvorm en dan is onze snack klaar. Oké, lieve YouTube-vrienden, dit is een stuk dat niet op tv gekomen is, maar dacht misschien is dat interessant of ook niet. Maar ik moet nu de vorm van mijn vriesvorm, ik moet het ontwerp bepalen. En ik zat te pijzen en dat is eigenlijk nog niet zo gemakkelijk, ijsjes ontwerpen. Dus ik wil een soort van drietand maken, omdat dat wel tof is. Dan heb je drie lolies, maar elk in een andere smaak. Dat mag niet te groot zijn, want anders past dat niet in je mond. Nu, ik vind het wel tof dat ik zo voor jullie, voor de beste YouTube-kijkers van de hele wereld, nog extra dingen kan laten zien die op tv niet geweest zijn. Maar goed, ik denk 20 centimeter breed, dan is dat zo vrij imposant. En anders kan het niet op mijn blad als het breder is. 4 centimeter breed en misschien wat smaller naar boven. Yes! Oké, ik denk dat ik mijn ontwerp gevonden heb. Kijk, zie je het? Een dikke stok in het midden voor de stevigheid. Ik vrees een beetje hier, dat is precies wel een klein beetje te smal. Maar ja, we gaan het zien. Ik heb nog nooit ijsjes ontworpen. Dit is mijn eerste ijsjesontwerp. Wat heb je gedaan vandaag, papa? Ik heb ijsjes ontworpen, meisje. Oké, voilà. En dan ga ik nu doen alsof ik dit hier rechtstreeks op die multiplex steken. En ja, dat is een klein beetje liegen. Maar ja, televisie is altijd een beetje liegen. Hè? YouTube is het enige eerlijke medium. Goed, en nu over naar het tv-gedeelte. Ja, bij nader inzien ga ik het toch in mijn definitieve montage voor de tv steken. Want ik dacht, hey, wacht eens. Dit is eigenlijk ook gewoon bruikbaar. TV is niet altijd een beetje liegen. Het is gewoon soms een beetje liegen. Maar nu niet. Die drietand heeft zich vastgebeten. Een spontane woordspeling. Drietand. Wow, heb je dat gezien? Dat was de lucky shot, man. Ik heb net die beelden bekeken. Dus ik zeg net van, goh, my, die drietand heeft zich precies vastgebeten. En dat is een spontane woordspeling. En dan switcht de focus van... Fuck, cinematografische genialiteit. Wacht, we bekijken dat fragment nog eens. Oh, een spontane woordspeling. Het drietand. Cool, hè, man. Godverdikke zeg. Oh, daar ben ik zo content mee. Oké, verder naar de tv-edit. Yes. Alright. Zie je het? Cool, hè? Dit is onze ijslollyvorm. Oké, nu moeten we gewoon dat bier erin gieten. Nee. Oh, wacht. Fuck. Ah ja, nee, dat gaat... Ik moet op een of andere manier moet ik dat gescheiden houden. Ja, want dat gaat door elkaar. Ik moet iets maken voor hier tussen. Dus nu heb ik tussenschotjes en dan dichtmaken met hot glue. Yes. Een beetje hot glue. Ik denk niet dat de voedselinspectie daar een probleem mee heeft. Hè?
Yes! Voilà, alles is nu waterdicht. Beter gezegd, bierdicht. Oké, okay. Dus dan gaan we hier proberen onze trippel in te gieten. Oh, dat is een gesmos. Ah, shit. Yes, dat is hier gewoon volledig waterdicht. Allee, bierdicht. Zo, andere kant. Daar gaat onze kriek in. Probeer niet te morsen. Zo. Voilà. Dan moet in de diepvries nu. Voorzichtig. Misschien moet ik het eerst een beetje kleiner maken voordat ik het in de diepvries doe. Dat was niet slim van dat bier erin te doen terwijl ik eigenlijk de vorm nog moet uitknippen, want anders krijg ik het niet in mijn diepvries. Wat een geprut, zeg. Kijk, ik heb dit ooit eens gezien in een kookprogramma. Dan steken ze iets voor 3 seconden in de diepvries. Alright. En nu zie ik je wel denken, amai, dat is straf. En dat is in 1 keer gelukt. Nee. Dit was de eerste versie. Ik had het afgesloten met plakband en in mijn zakje water om een dammetje te vormen. Maar ja, dat is dus duidelijk niet gelukt. Televisie liegt! Oké. Bij nader inzien vind ik het zwart toch niet zwart genoeg. Zie je? Het is een beetje te bruin. Dus ik ga opnieuw beginnen. Maar ik ga een beetje blauwe voedingskleurstof bij dat bruin bier doen. En normaal gezien gaat dat dan wel... Alright, yes, voilà. Een beetje voedingskleurstof. Daar zal de voedingsinspectie wel geen probleem mee hebben, toch? Oké. Oké, alweer een stukje dat niet op tv kwam, maar ik wou dit wel even tonen. We kijken hier. Ik heb nu die barrière die ik gemaakt had weggehaald. Kijk eens hoe cool. Dus het is echt wel gelukt. En ja, ik heb mijn trui uitgedaan, want het is pokkenwarm. Maar ja, ik was het filmpje begonnen met mijn trui, dus voor tv moet je je trui aanhouden. Hè. Want anders lijkt dat alsof je dat over verschillende dagen gedaan hebt. En dat is ook zo. Oh, alweer een leugen op tv. Ja. Allee, kom aan. Godverdomme, kom los. Allee, kom. Ja, nee. Een tip als je hot glue niet los krijgt, gewoon wat alcohol. Ja. Oké, nu even die alcohol laten verdampen. En dan giet ik hier mijn pintje in en dan heb ik een mooi zwart, geel, rood. Oh, yes. Kijk eens. Dat is bijna zwart, dat is gelukt. En het geel is er ondertussen ook al bij. Oké, nu hoop ik dat die gemakkelijk loskomt uit de vorm. Ja. Yes! Als de Rode Duivels nu geen wereldkampioen worden, dan zal het toch zeker niet liggen aan het enthousiasme van de supporters. Dankzij dit, de Rode Duivel Triple van Gola. Tot volgende week! Maar dat was dikke vette leugens. Hè? Dat was niet lekker. En voilà, dit was het dan voor deze blik achter de schermen. Godverdikke zeg, man. Wat een hectische opname was dit, jong. Ja, ik wist niet dat ijsjes maken dat zo moeilijk was. Maar kijk, het is gelukt. Ondertussen stinkt mijn kot wel volledig naar schraal bier. Mijn elleboog plakt, want ik weet niet of je het gezien hebt, maar dat ijsje was zo aan het smelten. En dit is hier allemaal lekker plakkerig bier. Maar goed, alles voor de kunst. Zo, dit is niet voor bierliefhebbende gevoelige kijkertjes, maar in deze aflevering is 6 liter bier verspild. Ja, kijk. Goed, als je het leuk vond, geef een duimpje en als je nog niet geabonneerd zit, abonneren. Tot volgende week! En ik zei tot volgende week, maar ik bedoelde eigenlijk tot donderdag, want donderdag is er een nieuwe aflevering van Iedereen Fan. Tot donderdag!